In de rubriek wel of geen botox kun je raden of BN'ers botox hebben. Nou, en kijk eens wie er naast mij staat. Hallo. Sophie, ja. Wel bekend van BNN. Mm-hmm. En je bent 39? Yes. Bezig met je uiterlijk? Een beetje onder het gemiddelde, denk ik. Onder het gemiddelde? Ja. En wat vind je van oud worden? Oud worden? Nou, je begint het wel te zien, hè? Ik probeer de ouderdom te omarmen, nu nog. Ik heb je. Ja. 39. De vraag is dus eigenlijk deze week. Wat denken jullie? Is Sophie al gezweken voor de botox? Busweken? Ja, gezweken. Ja. Busweken? Voor de botox of de fillers? Of is het puur natuur? Wat kan je fronsen? Nou, dat ga ik niet doen, want dan verraad ik misschien al wat. Oh ja. Toch? Dat kan niet. Dat vind ik zonde. Geef hieronder in een comment aan of op de website wat jij denkt. Ik denk misschien wel dat je je lippen op hebt laten vullen. Zijn echt wel mooi voor iemand van 39. Of je ballen, want je hebt daar gegeven. En stiekem moet ik ook nog zeggen, ze heeft een beetje een kater. Ja, ik heb ook een beetje kater, maar ik ben ook op vakantie geweest. Ik heb een kleurtje. Ja. Dus geef hieronder... Oh, moeilijke ingrediënten wel. Net op vakantie geweest. Ik heb een kater. Het zijn allemaal elementen dat je denkt, ja, wel niet, wel niet. Ja. Wel niet. Dus ja. Je kunt een prijs winnen. Geef hieronder aan wat jij denkt. Is Sophie al een keer bij de arts geweest om zich te laten behandelen? Of is het puur natuur? Volgende week vrijdag geeft ze jezelf het antwoord. Super bedankt voor het kijken. En wil je op de hoogte blijven van alle video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!